Als je helemaal klaar bent met je bestand, dus je hebt ook pagina 8 en 9 opgemaakt, dan ga je een PDF maken en daarna een pakket of package. Wat voor soort PDF je maakt, dat hangt er vanaf wat je ermee gaat doen. Ik ga er nu vanuit dat je hem gewoon zelf gaat afdrukken, dus niet naar een drukker stuurt. We doen wel een PDF afdrukken bij de opmaak. Maar in het volgende schermpje gaan we eventjes kijken naar de instelling. Dus gewoon afdrukken met hoge kwaliteit. Alle pagina's uiteraard. Dan doen we ze als pagina's, dus niet als spreads. Dus dan komen ze niet naast elkaar, maar voor de printer is dat handiger. En verder hoeven we geen snijtekens of afloopinstellingen te gebruiken. Ga je het nou wel echt laten drukken, dan heb je uiteraard andere instellingen nodig. Maar in dit geval gaan we er even uit dat je het zelf gaat printen. Dus exporteren en dan, als het goed is, komen ze als losse pagina's onder elkaar. Het is een groot bestand, dus het kan eventjes duren. Daarnaast gaan we ook een pakket of package maken. En hier eventjes het resultaat van de PDF, want hij stond op automatisch openen. Dus de pagina's staan gewoon onder elkaar. Als je het zelf gaat printen, dan kun je het wel weer dubbelzijdig doen, zodat het wel weer als spreads eigenlijk daarna kan worden ingebonden. Het pakket. Dus we zijn klaar, maar bijvoorbeeld dit soort afbeeldingen staan natuurlijk, als het goed is, als koppelingen of als links in je bestand. Dus die heb je er niet in geplakt, maar in geplaatst. Als je dit nu naar iemand zou sturen die ermee verder moet, dan heeft hij ook al die afbeeldingen nodig en je lettertypes. En daarvoor maken we een pakket. Ga naar bestand en dan pakket of file package. En dan klik je op pakket of package. Je moet hem altijd even opslaan. Kies waar je hem wil zetten. En zorg dat, nou eigenlijk mag hier alles aanstaan. De PDF hoeft niet, want die hebben we net al gemaakt. Maar wel de lettertypes en de gekoppelde afbeeldingen. En de afbeeldingen bijwerken is ook wel handig. Nou, geef dan altijd nog een melding dat je niet zomaar lettertypes mag gebruiken. En als het goed is, heb je daarna netjes een mapje. En die ziet er dan uit ongeveer zo. Dus fonds, links en de opdracht als InDesign document. De PDF die je net hebt gemaakt, die staat hier. Zet die ook even in dat mapje. Dus dan heb je die gelijk voor het inleveren allemaal bij elkaar. En op de Mac kan je nu dat mapje comprimeren of zippen door met je rechtermuisknop erop te gaan. En dan staat gewoon comprimeer. Dan wordt het een zipje. Heb je nou een Windows, dan ga je naar de verkenner. Dan doe je met je rechtermuisknop kopiëren naar gecomprimeerde gezipte map. En dan krijg je ook een zipje. Dit zipje, als je die hebt ingeleverd en ik open hem, dan heb ik gewoon dit hele mapje in één keer.